ontzettend leuk dat op deze plek met al die verschillende mensen, of het nu museumbezoekers zijn of Pridegangers, mensen van het COC Amsterdam of wereldwijd, dat die zich hier met elkaar verbinden. En ja, daar wil het Amsterdam Museum heel graag een plek voor zijn en een rol in spelen. En wat ik zo mooi vind, in ons museum geven wij aandacht aan een aantal kernwaarden van Amsterdam, zoals we die omschreven hebben in deze tentoonstelling. Ondernemerschap, creativiteit, maar vooral ook vrij denken. En ik denk dat alles wat zich in die Pride Week afspeelt, dat dat hoort bij het vrij denken en dat dat een deel is van de identiteit van Amsterdam. Heel veel verschillende groepen programmeren in deze week, gedurende die Pride Week, hier in en om het Amsterdam Museum. Er is een reunie van de Gay Games met een kleine expositie. Nou, dat lijkt me fantastisch. Op maandag 30 juli vindt er een bijeenkomst plaats met de samenwerking met COC Amsterdam, Amsterdam Museum, ILIA, Pride Amsterdam en Pride and Sports. En dan gaan we bij elkaar komen om eigenlijk de sport, de LHBT in de sport, te verenigen en te vieren eigenlijk. We gaan terug naar de Gay Games van toen, 20 jaar geleden. En het uitzwaaien van de Gay Games, mensen die hier naartoe gaan naar Parijs. En we gaan de foto's tentoonstellen van Keith Williams, die we de afgelopen maanden geschoten hebben. The essence of the project was to really kind of try to capture a positive representation of LGBT sport. And not so much focus on just the sexuality part of it, but really the participation and the quality of the sportsmen. Het Roze Danspaleis, dat hebben we in het verleden ook gehad. Nou, dat is zo ontzettend feestelijk. Ouderen die hier op de binnenplaats gewoon echt een dansfestijn hebben. Pink Marrakesh organiseert een avond. Ik heb in 2014 meegevaren met de Marokkaanse boot. Na het afstappen van de Marokkaanse boot ben ik eigenlijk tot het idee gekomen om Pink Marrakesh op te richten. Ik kijk heel erg uit naar 1 augustus. Ja, onze programmering begint om 6:30. We beginnen met Camilia. Die gaat haar nummer performen, samen zijn. Jawed is een Marokkaanse theatermaker uit Antwerpen. Die komt zijn monoloog opvoeren. Een monoloog gespeeld door Jawed. Hij neemt je mee in zijn parcours over zelfaanvaarden. Familie. Liefde. Rechtvaardigheid en vergiffenis. Het gaat echt als een lopend vuurtje. We bestaan bijna 2 jaar. En in die 2 jaar zijn er zulke mooie dingen gebeurd. We hebben in de besloten Facebookpagina ruim 300 mensen. Er gebeuren mooie dingen. Zelfs moeders weten ons te vinden. En moeders die eigenlijk hulp willen voor zichzelf, maar ook voor hun zoon of dochter. Maar wat je in zo'n week merkt, want het is al de derde keer dat we die samenwerking hebben, is dat je heel veel verschillende mensen, ja, bij elkaar ziet. Zich met elkaar ziet verbinden tijdens de optredens die er zijn, tijdens de rondleidingen. Soms met verbazing naar elkaar ziet kijken, over en weer. En dat vind ik echt fantastisch. Dan ben ik heel gelukkig met dit museum en heel blij met deze samenwerking.